Het district Coroni wil haar eigen middelbare school hebben. Dit verzoek deed schooldirecteur Margo Davids-Blackson van OS Totnes het afgelopen weekend aan president Chandrika Persat Santokhi. Davids-Blackson zegt dat de mogelijkheden voor een middelbare school bekeken moeten worden, ook al starten ze met één klas. Het is niet iets dat niet uitgevoerd kan worden, want ik moet zeggen, ik heb gependeld van hieruit naar Wageningen toen ik op de Mulemschool zat. Toen was het weer nog niet gaan zitten. Ik zat vol keul als ik aankwam en ik moest er in de Mulemschool en naar ons toe. En het jaar daarop, tweede klas, is men gestart met een nieuwe klasje, tweede klas. En zo is de Mulemschool uitgegroeid tot wat we nu hebben. Dus dat was een middelbare school. President Santokhi is het ermee eens dat er een middelbare school in Coroni kan komen. Dit idee moet zo snel mogelijk uitgewerkt worden. Als jullie in staat zijn met alle schoolleiders bij elkaar te komen, er is een gemeenschapscentrum daarvoor, en een inventarisatie kunnen maken hoeveel kinderen gaan in oktober 2024 naar de middelbare school. Daar heb ik al de cijfers, de data. We hebben een jaar lang tijd om te berekenen. Dit doe ik nu. Ik ga volgende week openen. Mungo, daar middelbare school. Ik ga volgende week openen Hannover, middelbare school. Maar ik heb Mungo al gevraagd en de vicepresident ook gevraagd. Ondersteun dat project. Begin een inventarisatie voor me te maken. Hoeveel kinderen van Marwijnen volgend jaar naar de universiteit gaan. Dat start door volgend jaar, ook bij de universiteit. Kijk hoe ver. Ja. Jullie middelbare school, als jullie een inventarisatie kunnen maken, al is het maar 10 kinderen, we gaan starten. Ja. Maar geef maar inventarisatie. De president benadrukte dat de leerkrachten in het district een belangrijke rol zullen moeten spelen bij de voorbereidingen van de opstart van een middelbare school in Coroni.